Christ! Hey, it's free! You have to take it with it, it's free! And it's white! Yo, YouTube Acer hier. Ik hou superveel van pretparken. Ik hou ook superveel van zwemmen en domme dingen doen in water. Als je die twee dingen combineert, dan krijg je natuurlijk een waterpretpark. En toevallig is er in Tenerife het allergrootste waterpretpark van Europa. Het Siam Park. Natuurlijk zijn we daar naartoe geweest en hebben we daar een crazy video opgenomen. Maar voordat we deze video beginnen, zou ik jullie eerst vragen om deze video te liken. En om te subscriben op mijn YouTube channel. Want de volgende milestone, 430.000 abonnees, is in zicht. Het zou zo hard zijn om die 500k ook nog te hitten. Dat is 500.000. Dat is je crazy. Hey, let's fucking get it, man. Damn. Het was niet eens 40. Mag ik dat zo gepakt? 116. Oef. Altijd even pijn in het hart, but no problem. Mijn boekhouder is een goeie vriendin, we fixen die shit. Het is voor content. Ach daar, ik zweer het. Het is voor content. Love you. Dan zou je toch verwachten dat daar een mooier bandje is, ja, toch? Ja, ik heb inderdaad wat geld bijbetaald voor die fastpass, dus omdat ik op een review had gezien dat je dat zeker moest kopen. Ik denk eigenlijk niet dat hier superveel volk is. Jee, yeah, we hebben nog steeds de fastpass. Good stuff. Hey Sashi, straks met twee zo'n band. Just keep some kidding. Damn! Oh. Hey, beter mag je dit ding meenemen in alle glijbanen. Want ik denk dat ze wel moeilijk gaan doen over die fucking stok. Ik kan deze grote cam natuurlijk niet meenemen. Hey, veel naakte mensen hier, man. What the fuck? Hey, dit is het einde van deze camera. Als deze hele lokker gestolen wordt en als die shit geript is, zit dit niet in de vit. Of voor de rest, let's fucking get it, man. Jojo! Ah, fuck maar. Hey! Ja, in principe zijn wij op dit moment niet zoveel anders dan dit, hè. Wat heb je die guy daardoor gezien? Deze glijbaan. En dat is die grote. Ja, dat kan ook. Jij, jij, jij. Damn! Iedereen kijkt naar die GoPro's op de dag. Fijn wapen, ja, man. Fastpass in full effect. Go. Hey, hey! Fastpass, motherfuckers! The Fastpass boys! If you're from the fast pass lane, say shut the fuck up. Ja, ja, dit is hem. Hey. Hey. Big player, bounce! No, man. No camera, please. For the clip. Yes. Fuck up! Hey, what the fuck is that, motherfuckers? Ze gaan ons zwaar pakken met die GoPro. Ik ga die van die stok moeten pakken, maar die stok gaat vast. Ik ga die in mijn broek moeten steken, man. Ah. Hey! Hey! Hell yeah! Hey, we hebben de kleine stok. Nu kunnen ze niks meer zeggen. Ik steek die gewoon bij mijn ballen. Bij de balls. Maar die guy wist toch ook dat ik die ging uithalen? Ja. En je wist ook van ik mag het niet. Hij was zo clean, hij was zo clean. Hij had ons ook gewoon kunnen wegsturen. Yeah. Dragon! Wow! De eerste missie is deze camera. Ik denk dat ik die gewoon in mijn broek ga steken. Oké, okay, tijd voor de Tower of Power. Dat is die grote drop waar je dan tussen de vissen schiet hieronder. Het ding bij deze is, je moet zo gekruist erin.
Like dat je je kist legt, toch? Ja, ja, ja. Let's go. Hallo, 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 hallo. Is dat je pisplekje? Hey, wat ben je aan het doen? Ik ben gewoon aan het kanen, bro. Nice kok, man. Thanks, man. De rij is fucking lang. Het enige wat we kunnen doen is even een kleurtje pakken, man. We moeten helemaal naar boven. Je kan zo een beetje tussen de plantjes zien. Helemaal naar de bovenkant van de toren. De rij is fucking lang. En er is hier niet eens vast pas. Backstage. Die dozen met crack. Shit. Damn. What the fuck? Yo, Fastpan Lane. Hey. Fast Lane, 10 euros. Hey! Kan niemand hem tegenhouden, hè? Yo, see you later. Ik zeg het daarnet voor te lachen, van als we gewoon doorlopen. Hij doet gewoon, omdat die alpha is en rip, durft niemand iets zeggen. Als ik dat doe, ga iedereen ook opzij. De wet van de sterkste, man. Wat doe ik hier nu mee? Wat is het zelf? Dat is een band, denk ik. Aight. Voor thuis. Dat is het inberekenende prijs. Oké, maar bij een klein probleem. Bij deze mag je eigenlijk niet filmen. En ze checken fucking hot. Want ik zie heel de tijd mensen terug naar boven lopen door de rij. Om dan terug naar beneden te gaan met een telefoon en een GoPro en shit. Deze attractie is gewoon fucking gevaarlijk. Dus je moet echt plat liggen. So you gotta be careful. Gewoon het GoPro blokje bij nu. Ik ga die in mijn broekzak steken. En op het moment dat ik daar lig, ik kan hem niet. Het gaat moeilijk zijn, maar Sessie had hem. Alleen al het feit dat heel de run-up naar deze attractie volging met televisies, met daarop horrorverhalen van waarom je niet mocht terechtkomen en plat moest blijven liggen, plus dan nog een keer het feit dat er twee zware accidenten zijn gebeurd in deze attractie, maakt het voor mij wel redelijk duidelijk dat ik waarschijnlijk gefouilleerd ging worden. Dus het was echt niet makkelijk om te filmen in deze. But we did it anyway. Heb je blikken kunnen klippen? Ja, dank je wel. Right. So, we hebben nog een money shot nodig. En helemaal terug naar boven gaan in die rij waar we super lang hebben gestaan. Dat lukt sowieso niet, maar wij hebben gevonden dat de entrance van een andere weg er naartoe is hier. En er staat hier niemand. We gaan gewoon helemaal naar boven lopen. Langs de zij. Low, 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 low. Low, low, low. Stay low. Zo, crazy money shot zijn we. Bij die glijbaan. Damn, let's get it. Ik mocht met mijn grote camera jammer genoeg niet dichter bij de glijbaan komen dan dit. Maar ik ben hier wel in een hoekje gaan staan. En daar kan je een beetje zien hoe hoog dat is. En kan je de glijbaan linksboven ook zien. En het leukste is dat je ook iemand ziet vertrekken vanuit dit shot. It is pretty good. Ah! Hey, check. Ik denk dat deze echt wel cute is om ik met je vriendin te doen. Hey, ik zit diep weg, man. Chill. Chill. Hey.
No! 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 Hey, doe je fucking steak voetbal, man! Doe je fucking steak! Doe je fucking voetbal! Ga eens verder, man! Doe normaal, ik ga recht staan! Hey! Hey! Oh no! Oh no! Oh, shit! Ja, ja. Wat een broek, kijk. Hey. 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 Is aandacht. Ja, toch. Was echt leuk, man. Uitgekaamd. Fijn duur. Ja, man. Was waar worth it. Dat is wel ziek, bro. Echt, als je hier bent met je ouders, gewoon zeggen van, hey, fix. Als je... Hey, ¿Qué pasa? Kijk, er was een hele lange queue voor de taxis. En plus er stonden allemaal boze Britse mensen die heel aan het roepen waren. Hey, bosman. Bosman, extra money. Hey, bosman, extra money. Er is een fucking lange queue. Hey, run me a piece, bro. En dan zeiden ze dat we moesten opdieven omdat we niet in de rij stonden. Dus toen zei Sashi, yo. Hey, we gaan gewoon in de dubbeldekkerbus gaan zitten. Ja, is leuk. Is dit gratis? Ik hoop van wel. Is this free? Ja. Wow, yo. Tenerife. Free in Tenerife. Instagram. Ja? Ja, dat is het. Why, yo, mate? Nee, hey, it's free. You have to take it with it. It's free. And it's white. Kijk, ik weet dat dit niet het meest appetijtelijke camera-shot is, maar we doen het toch. Wat een fucking dag. Wat een super chille dag. Ik ben kapot. Mijn voeten zijn volledig naar de kloot. Ik denk dat moest je kunnen zien hoe ver en hoeveel dat wij gelopen hebben vandaag. Dat fucking wild was. Maar oké, ik moet niet te veel huilen. Ik moet niet klagen over hoe ver dat we gelopen hebben vandaag. Het was in een waterpretpark. Het was fucking sick. Ik moet eerlijk zijn, ik vind dit misschien wel chiller dan naar een fucking pretpark gaan. Echt daar. Ik ben naakt, hè. Ik wel. Ah, yeah. Wat vind je van mijn pik? Gematigd. Groot. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. All the love. All the fucking power, man. Jojo. Doe dat niet goed, die had niet moeten. Jojo.